Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 1049 lezen en bespreken we het laatste hoofdstuk van het boek Amos. In Amos 9 lezen we de climax van de oordeelsaankondigingen van de Here, die de profeet Amos moet doorgeven. Amos laat er geen misverstand over bestaan. De Heere handhaaft zijn recht en dat zien we in dit vijfde en laatste visioen. We horen niet alleen de Heere spreken, maar we zien ook Gods hand die handelt. Het kapiteel dat boven een pilaar ligt en waarop de bovenbouw van de tempel rust, wordt stukgeslagen. Dan stort het hele gebouw in elkaar, zoals de tempel van Dagon in de dagen van Simpson. En net als toen worden de mensen die in het gebouw aanwezig zijn, onder de vallende brokstukken bedolven. Amos 9, vers 1 Ik zag de Heer staan bij het altaar, en hij zei: Sla tegen het kapiteel, zodat de drempels beven, en breek ze stuk op het hoofd van hen allen. En wie van hen overblijft, dood ik met het zwaard. Niemand van hen die vluchten, zal ontvluchten, en niemand van hen die ontkomen, zal gered worden. In de nu volgende verzen wordt de vernietiging van tempel en eredienst aangekondigd. Voor mensen in het oude Oosten was het een verschrikkelijke ramp. Voor hen was de eredienst een onmisbare vereiste voor de instandhouding van de welvaart van het land. Nu gold het ook voor het Tienstammenrijk Israël. Amos ziet de Heer in een visioen naast het altaar in de tempel staan. De Heer is gekomen om gerecht te houden en dat maakt hij aan Amos bekend. Daarbij wordt ook gezegd hoe de vernieling moet plaatsvinden. De Heer geeft een opdracht, maar aan wie? Mogelijk worden engelen of natuurmachten aangesproken, wat aansluit bij de eerdere beschrijving van God als de Heer van de legermachten. Of misschien Amos als ontvanger van het visioen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, want in het tweede deel van de opdracht blijkt dat God uiteindelijk zelf het oordeel uitvoert. De tempel wordt vernietigd en het volk dat aan de eredienst deelneemt, gedood. En wie er dan nog overblijven? Die zal de Heere doden door het zwaard van de vijanden. Ook al vluchten zij, zij zullen niet ontsnappen. Aan het gericht van God zal geen enkele zondaar ontkomen. Die gedachte dat er aan Gods oordeel niet te ontkomen is, wordt in het volgende vers nog verder uitgewerkt. Bij het instorten kunnen we denken aan de gevolgen van een aardbeving of aan iets anders. Het is in ieder geval de Heere die afrekent met het volk dat met al hun godsdienstigheid zich heeft afgekeerd van Hem en geen rekening met Hem houdt. De Heer grijpt in en hun eigenwillige godsdienst wordt hun ondergang. Het is al eerder gezegd, maar wat Israël is overkomen is voor ons een waarschuwing of voorbeeld. Laten we doen als David. In Psalm 27, vers 11 zegt hij, Heer, leer mij uw weg, leid mij op een geefend pad omwille van mijn belagers. Waarom zou David dat aan de Heer vragen? Dat doet hij niet omdat hij alles al weet of zelf kan bepalen. Nee, David heeft die leiding nodig, anders valt hij ten prooi aan zijn vijanden. In het Nieuwe Testament heeft de Heer zijn Heilige Geest beloofd, die ons in alle waarheid zal leiden. Amos 9, versen 2 en 3: Al drongen zij door tot in de hel, mijn hand zou hen vandaar weghalen. En al stegen zij naar de hemel op, ik zou hen vandaar doen neerdalen. Al verscholen zij zich op de top van de karmel, ik zou hen opsporen om hen daar weg te halen. En al verborgen zij zich van voor mijn ogen op de zeebodem, daar zou ik een slang opdracht geven hen te bijten. Ook hier lezen we dat niemand het oordeel van de Heere kan ontvluchten. De Heere kan ons mensen overal vinden. Waar zou een mens zich voor Hem kunnen verstoppen? Waar kan een mens heen vluchten om aan God te ontkomen? Maar hier gaat het in de eerste plaats over mensen die aan de vallende brokstukken van de tempel zijn ontkomen. Zij vluchten, maar nergens is een schuilplaats. Onder de aarde niet, in het dodenrijk niet, maar ook boven de aarde niet, in de hemelen. Overal zijn Gods ogen. Overal dreigt het zwaard van Gods oordeel. Amos 9, vers 4: Al gingen zij voor hun vijanden uit in gevangenschap, daar zou ik het zwaard opdracht geven hen te doden. Ik zal mijn ogen op hen richten, ten kwade en niet ten goede. Zelfs in de gevangenis van de vijanden en overheersers dreigt het oordeel van de Heer. Daarbij moeten we denken aan Assur, ook al noemt Amos die naam niet in zijn professieën. God zelf zorgt ervoor dat zijn oordeel wordt uitgevoerd. Als wij dit goed op ons laten inwerken, dan kun je ervan huiveren. Meestal staan wij bij deze kant van Gods heiligheid en rechtvaardigheid niet stil. Het gevaar daarvan is dat wij vaak in de verleiding komen om te licht over onze eigen zonden en gebreken te denken. Maar zonder de Heer Jezus Christus, die in onze plaats onder Gods toren is gaan staan, is er voor niemand van ons aan het gericht van God te ontkomen? Zeker als wij door een waar geloof in Jezus Christus zijn ingelijfd bij Gods gezin, dan moeten wij voor het gericht van God niet vrezen. Want Christus heeft eens en voor altijd onze zonden verzoend in het hemels heiligdom, waar hij is binnengegaan met zijn eigen bloed. Zijn bloed is vergoten tot een verzoening van al onze zonden als wij door hem zijn gereinigd, geldt wat in Romeinen 8, versen 38 en 39 staat. Namelijk, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God en Christus Jezus onze Heer. Maar de andere kant van Gods verlossingswerk is zijn oordeel over de zonden. En de zondaars die weigerden de verzoening van Christus aan te nemen. En dat is de grote verschrikking in Amos 9, namelijk het gericht van God. Als de Heere God in Christus voor ons is, wat moet het dan een verschrikking zijn als diezelfde God tegen een mens is? In openbaring 6, versen 15 tot en met 17, lezen we wat mensen dan gaan doen. Daar staat: En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen. Verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen en de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. In de radeloosheid roepen mensen om de dood. Alles is beter dan in de handen te vallen van de levende God, die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. Amos 9, vers 5: De Heere, de Heere van de legermachten, die het land aanraakt zodat het wegsmaalt en al zijn inwoners rouw bedrijven, omdat het in zijn geheel stijgen zal als de Nijl en wegzinken als de rivier van Egypte. Deze verzen versterken het voorgaande door te herinneren aan de grootheid van de Heere. Het bevestigt wat we al eerder zagen: dat het vreselijk is om deze machtige God als vijand te hebben. De Heere heeft het heelal als zijn paleis. Amos 9, vers 6. Hij die zijn opperzalen in de hemel bouwde en zijn gewelf op de aarde grondvestte, hij die het water van de zee riep en uitgoot over het aardoppervlak. Heren is zijn naam. Dit doet me denken aan Amos 5 vers 8 waar we lazen. Hij die het zeven zevengesternte en de Orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet. Heren is zijn naam. De blik verschuift daar van de mensen naar de Heer, En zo wordt de grootheid beleden van hem tegen wie het volk zondigt. De grote schepper, hij die het heelal maakte, die de afwisseling van dag en nacht regelt en zorgt voor regen op de aarde. Het is alsof Amos wil zeggen, besef toch tegen wie u zich verzet in het bedrijven van onrecht. Besef wie het voor de verdrukten zal opnemen. Een verwittiging die ook vandaag geldt. Amos 9, vers 7. Bent u niet als de Kushiten voor mij, Israëlieten? spreekt de Heere. Heb ik Israël niet weggeleid uit het land Egypte? De Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Kir? De hoorders behoren tot het volk van God, en de Heer heeft met hen een verbond gesloten. De Heer heeft hen uitverkoren uit alle volken van de aarde. En in hun geschiedenis is zo duidelijk sprake van de verlossende hand van de God van Israël. Want hij heeft hen uit Egypte geleid, en dat heeft de Heer met geen ander volk gedaan. Maar de Israëlieten in Amosdagen hebben selectief geluisterd naar de inzettingen van de Heer bij de verbondsluiting op de Sinai. Nu breekt de Heer hun zelfverzekerdheid in stukken. Naast de belofte van God kwamen ook geboden die opriepen tot het liefhebben van de Heer boven alles, en de naaste als zichzelf. De Heere heeft Israël wel degelijk uitgekozen uit alle andere volken, maar niet omdat Israël in zichzelf iets voor had boven de anderen. In Deuteronomium 7, vers 8 lezen we waarom de Heere dat deed. Daar staat, Maar vanwege de liefde van de Heere voor u, en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid, en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Nee, uit zichzelf was Israël niet beter dan de andere volken. Dat blijkt ook uit de woorden van dit vers. De Kushieten, dus de Ethiopiërs, betekenen voor de Heere evenveel. En zoals de Heere Israël uit de Egypte had geleid, zo haalden de Heere de Filistijnen uit Kreta en de Syriërs uit Kir. Israël heeft in zichzelf geen enkele reden, op grond waarvan de Heere hen een bevoorrachte plaats zou geven. Er was een verbond gesloten. Maar de inzettingen van het verbond maakten de verantwoordelijkheid van Israël tegenover de Heeren alleen maar groter. Dat heeft Amos al duidelijk gemaakt in hoofdstuk 3, vers 2. Daar lazen we: Alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal ik u vergelden, al uw ongerechtigheden. Het beroep op Gods verbond blijkt niet te werken. Dat laat de Bijbel telkens weer zien. Verbondsautomatisme werkt alleen valse rust in de hand en daardoor een leven in zonde. Laten ook wij denken aan wat de Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 8 versen 11 en 12, waar we lezen Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden, in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Amos 9 vers 8 Zie, de ogen van de Heere, heren, zijn gericht op dit zondige koninkrijk. Ik zal het wegvagen van de aardbodem. Evenwel zal ik het huis van Jacob niet geheel wegvagen, spreekt de Heere. Namens de Heeren waarschuwt Amos niet alleen tegen een eigenwillige godsdienst van hen die zelf willen uitmaken hoe zij God gaan dienen. Hij waarschuwt ook tegen overschatting van het verbond. Mensen die menen dat hen niets meer kan overkomen, omdat ze kinderen van Gods uitverkoren volk zijn. En daarom recht hebben op Gods zegeningen en weldaden. Maar de Heer is van niemand afhankelijk en aan niemand iets verplicht, ook niet aan zijn verbondsvolk. Geen zondaar zal het oordeel van God overleven. En toch is er in deze diepe duisternis nog een lichtpuntje. De profetische woorden van Amos laten zien, net als de rest van de Bijbel, dat de Heer ontzettend boos kan worden over de zonden en de mensen die ze bedrijven. Maar aan de andere kant is de Heer, de liefdevolle God, die in Christus Zijn hand uitsteekt naar mensen die in zichzelf verloren zijn, en bij Hem hun redding en verlossing zoeken. Amos 9, vers 9. Want zie, ik geef opdracht, en ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden, zoals met een zeef geschud wordt. Geen steentje zal op de grond vallen. Het gebruik van een zeef is dat slechte zaken verdwijnen en enkel het goede blijft. Niets zal verloren gaan van wat bestemd is om te blijven. Amos 9, vers 10 Door het zwaard zullen sterven alle zondaars van mijn volk, die zeggen, het kwaad zal niet naderen en ons niet tegemoet treden. Laat het Israël uit de dagen van Amos voor ons een waarschuwend voorbeeld zijn. Velen denken dat niets hen kan overkomen. Het slot van Amos hangt er maar niet als een aanhangsel bij. De voorgaande versen getuigden van de duisternis waarin het tienstammenrijk Israël, door van de Here af te vallen, terecht is gekomen. Maar in de resterende versen breekt voor een rechtvaardige rest, die wel op de Here vertrouwen, het licht van Gods genade door. Amos 9, vers 11. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken. En wat aan hem is afgebroken, zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Er is niets meer te verwachten van het koningshuis van Jerobeam. Zal er van een heilstijd sprake kunnen zijn, dan zal Israël moeten terugkeren naar de Heer. En dat wil ook zeggen naar het herstelde koningshuis van David. En daarmee naar de komst van de grote heilstijd en de grote koning uit het huis van David. Amos 9, versen 12 tot en met 15. Zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen. Spreekt de Heer, die dit doet. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten. En zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat ik aan hen geheven heb, zegt de Heere, uw God. Amos is zijn professie begonnen als een treurende herder, maar hij besluit zijn professie met een tafereel vol vreugde en vruchtbaarheid. De heerlijkheid van die tijd zal zo groot zijn dat alle leed verdwenen en vergeten zal zijn. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het Bijbelboek Amos. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.